Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups and Down. Ik heb vanochtend al best wel veel gedaan. Ik heb de was aangezet, ik heb de vaatwasser aangezet. Kindjes bezig geweest. En ik heb vanochtend ook een videogesprek gehad met de medische verpleegkundige van Jordi. Van zijn darmpjes. En na wat ik vertelde tegen haar, van ja, het is een hele tijd goed gegaan, maar het gaat nu een beetje bergafwaarts, heel langzaam, maar het begint bergafwaarts te gaan. Ook met de buikpijnen en zo van Jordi. Ja, Liam, jij krijgt ook. Goed zo. Ja, het begint gewoon bergafwaarts te gaan met Jordi qua buikpijn en dat soort dingen. Dus we hebben nu eigenlijk een plan van aanpak even gemaakt. En het komt erop neer dat Jordi weer opnieuw botox gaat krijgen. Dus hij staat nu op de lijst voor botox. En ja, daar is nou even afwachten hoe dat helemaal gaat met corona. Het voordeel is wel dat Jordi snel klaar is, omdat hij alleen maar botox nodig heeft. Dus het is niet zo dat er een hele grote operatie ingepland wordt voor Jordi. Het is echt een kwestie van een half uurtje. Ja, de behandeling is een half uurtje. Maar ja, dan moet hij ook nog een infuusje en alles. En dat duurt altijd iets langer. Ja, Liam. Liam krijgt ook... Hallo? Je krijgt ook. Goed zo. Ondertussen ben ik ze even eten aan het geven, omdat het, ja, het liep allemaal een beetje door elkaar heen. Fruitmoment en de bellen. Dus dan krijgen ze even gewoon een potje. Want ik had niet de tijd om nog fruit te gaan maken. Liam, een fruitje? Heel soms, dan doe ik de kindjes wel eens verwennen en dan doe ik een beetje roerei maken. En dan, want het is tijd inmiddels om te eten, de tijd op de klok klopt niet, die loopt weer eens een stuk achter. En dan, ja, dan krijgen ze lekker een gebakken eitje, of ja, in dit geval scrambled eggs. En Liam vindt het helemaal geweldig. Liam, wil je nog een stukje? Hoofd, schouders, knie en teen. Daar ken ik nog wel een leuk liedje over. Zingen jullie mee? Dag juffrouw Roos. Ik heb echt nog overal pijn. Welke oefeningen gaan we doen? Let op, zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. Lukt het, Jordi? En wat ik bij Jordi heel vaak doe, is een stukje brood erbij. Dan doe ik hem eromheen en dan koudt hij hem toch net iets beter. Oh, hier is jouw eitje. Kijk eens. Lekker hè? Ja. Jordi heeft er iets meer moeite mee. Maar hij vindt het wel lekker. En uiteindelijk gaat het erom dat het lekker is. Nou, ze hebben geslapen. En ze zijn nu lekker rijstewafel aan het eten. Maar zoals jullie zien, dit is Jordi's werk. Dus dan heeft Joefke dadelijk weer wat te doen. En Liam zit lekker gewoon te peuzelen met zijn... Oh! Ik zeg net dat je lekker zit te peuzelen. Dit is voor jou, hè? Dus ik moet die van Jordi... Op het moment dat die afbreekt... Moet ik gewoon weer eventjes wegleggen. En dan geef ik tussendoor geef ik weer. Maar Liam die doet gewoon lekker zijn eigen dingetje opeten. En genieten. Kijk je uit, schatje.
En ik ga nu aan mijn eten beginnen. Even in mijn kast kijken. Want wij eten vandaag simpel. Niet te moeilijk. Pittenkofta. Dus dat ga ik nou maken. De kindjes liggen inmiddels in bed. En ze slapen. En papa, die is nu in de box gegaan. Die is eventjes een van de kindjes aan nadoen. Wie zou die nadoen, Joef? Het is niet afgebroken, die kunnen ze gewoon losklikken. Waar komt die vandaan, man? Van de loopwagen van Liam. Dat deurtje. Ja, volgens mij hoort dat niet eraf. Jawel, want dat gele deurtje van Jordi, die kan ook er gewoon af. Ja, kan, maar we zijn niet in de buurt, denk ik. Ja, Niels, het zijn kinderen. Jij bent degene die hier de professor is, ik niet. Ze zullen ze van jou hebben. Professor papa gaat aan de slag. En weet je wat nog het ergste is van alles? Hij zou daar ook nog gewoon een uur lang vol kunnen houden. Dat deurtje open, dat deurtje dicht. Deurtje weer open, deurtje weer dicht. Hij hoeft het helemaal lijp ervan. Een hele goede morgen. Het was vanochtend 5 uur. Liam was wakker. Uiteindelijk ben ik met Niels samen naar beneden geweest. En Liam wou niet meer slapen. En toen zei ik op een gegeven moment tegen Niels van, ja, maar ik moet echt nog even gaan liggen. Slapen hoeft niet, maar ik moet liggen. En nou, dat heb ik dus ook gedaan. Toen ben ik even in slaap gevallen. Toen is Niels wakker gebleven. En die heeft Liam nog heel even in slaap gekregen. Maar die is nog steeds weer wakker. Hij zit hier allemaal te zeuren. Hij heeft vandaag echt zeurzin. Gewoon echt zeurzin. Dus, nou, ik heb Jordi net wakker gemaakt. Die ligt hier lekker onder een dekentje. Want die had zoveel geplast. Dat was echt niet normaal. Dus ik heb hem gewoon uitgekleed, schone een luier aangedaan. En dan kan hij gewoon even lekker onder een dekentje. Zo dadelijk komt de fysio. Die komt iets later als normaal. Dus ik heb tijd genoeg. Om heel eventjes rustig met Jordi. Dat hij wakker kan worden. Hij heeft net wel al zijn flesje op. Dus dat is goed. En is best wel vrolijk vandaag. Hé Jordi, je bent best wel vrolijk vandaag, hè? Ja. Ben je nou een poepen? Ik krijg het niet op. Oh jawel, ik krijg het wel op camera. Mama krijgt het wel op camera. Was je net aan het lachen? Dan ben jij. Goedemorgen allemaal. Jee, ik ben wakker. Jee. Ik zit niet bij die schreeuwend in de box. Jee. Hij zit hier een beetje heen en weer te wippen. Jordi die is momenteel fysio aan het doen.
En ik ga fruithapje vastmaken. Ik doe het vandaag met 2 appels en een peer. Jordi heeft op zijn loopwagen een band zitten voor vast te houden. En dat is hij nu zonder mee aan het oefenen. Dus dat is weer helemaal nieuw voor hem. En dan heb ik daar als klaar is met zijn fysio. Lekker fruithapje klaar. Ook voor Liam. Ik denk wel dat Liam op tijd in de nest ligt. Want dat geschreeuw van hem, ik word er niet goed van. Jezus. Dat dus. Hij is ook gewoon moe. Dat is ook gewoon zo. En dan reageert elk kind natuurlijk weer anders. Nou, Liam reageert dus zo. Nou, fruitje gegeten en dit krijg je ervan, hè? Ja, je broertje slaapt. Je broertje doet slapen. Alsjeblieft. Oh, ben je weer wakker? Als ik hem nou in de box zet, gaat hij rond zitten spelen. Dus ik laat hem heel even zitten. Dan is misschien even het gegil weg, hè? Nou, ik had dat slaapkopje lekker in slaap. En hij lag zijn flesje even leeg te tutteren. Ik leg hem in bed. Bam. Ogen open. En het was niet goed dat hij in bed lag. Dus ik heb hem alweer uit bed gehaald. Nu zijn we een boterhammetje aan het eten. Ik zie wel wat hij doet. Ik weet het ook niet. Wat een ochtend. Ik had Liam in bed gelegd. Meneer wou niet gaan slapen. Volgens mij is zijn dure celletje binnen 10 minuten weer opgeladen of zo. Jordi ligt nu te slapen al. Liam die ligt ook in bed. En ja, we gaan wel even kijken wat hij doet. Want hij is nog steeds wakker. Zoals je hoort. Maar ik ga nu eerst eventjes eten. Want ik blijf aan de gang hier. Oh. En dat kind zit te schuppen. Te schuppen. Oh. Maar goed. Ik ga even eten. Yes. Mama kan even rustig aan doen. En toen was er iemand hier wakker. Mama heeft ook even geslapen. Jordi slaapt nog. Die ga ik zo wakker maken. Want, maar ik merkte dat hij behoefte had aan drinken. Dus daar heb ik hem nu maar even gelijk gegeven. En dan ga ik Jordi wakker maken. En dan, ja. Ik heb ook heel even geslapen. Mama was ook moe. Ja. Hetzelfde flesje wel vouwen, hè. Die is supergoed. Er zit daar ook wat voorlaks in. Dat is voor zijn darmen. Die kreeg je al op recept. Maar die had hij een periode niet meer nodig. En nu weer wel. Dus maar het zij zo. Ik merkte dat hij last had van zijn darmen ook. Dus die krijgt hij nu. Liam zit nou beneden een koekje te eten. En nou ga ik eventjes deze schat wakker maken. Jordi. Jordi. Jordi, ben je wakker geworden? Ben je wakker geworden, schatje? Koek, koek. Oh, boem. Dat was de deur van jouw bed. Ben je wakker geworden?
Hij is bij de tijd weer. Hij is nu even lekker zijn wanjaatje aan het drinken. Onder het genot van een filmpje om even wakker te worden. En hij is hier ook lekker met de cookie. Oh, boom. Waar is je cookie heen? Uh-oh. Wie hebben? Ja, hoe is het? Ja, dan ligt hij op de grond, hè? Zoals 's morgens altijd heeft Liam even mama tijd gehad. Nou heeft Jordi ook heel even mama tijd. Dan ga ik altijd bij hem zitten. En dan komt er dadelijk in één keer een handje die ik voor moet vasthouden. En dan houden we die vast. De kindjes slapen lekker. We hebben wel even wel werk met Jordi gehad. Ja, die had eventjes moeite ermee. Maar ze zijn gebadderd en Jordi die reageert 's avonds lastiger op het badderen als overdag. Ja, nou wou die eigenlijk niet in bad. Nee, maar hij moest wel even. Mm-hmm. Met zijn stinkhondje. Wij hebben eigenlijk niet veel gedaan vandaag. Vanavond meer. We hebben eigenlijk voor gezorgd dat de kindjes naar bed gingen. Mm-hmm. En ik ga zo dadelijk nog heel even wat dingetjes opruimen. En ja, jullie kennen dat wel, wat de moeder doet. Denk ik. De boel recht trekken voor de volgende dag. Hm. En ik moet ook nog eventjes editen. En op tijd naar bed. Want 5 uur is wel echt vroeg. Dus dat gaan we doen. We gaan deze ups en downs ook afsluiten. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.